eindelijk winter in Scandinavië. Eindelijk regen in Australië. En orkaan Jotta richt enorme schade aan in Nicaragua. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Ze hebben er in Noord-Europa lang op moeten wachten, maar de winter is nu eindelijk aangebroken. Een lage drukgebied, precies boven het midden van Scandinavië, vormde de scheiding tussen zeer zachte lucht in het zuiden en poollucht boven Noorwegen en Lapland. Vrieslucht zakte zuidwaarts en zorgde op veel plaatsen voor een drastische daling van de temperatuur. Broken Hill, Australië, heeft al sinds 2017 te maken met enorme droogte. Maar sinds ongeveer 2 maanden kwam daar verandering in. De al zo lang verlangde regen begon eindelijk uit de lucht te vallen. Het leverde spectaculaire beelden op en nog belangrijker, het bracht nieuw leven naar het gebied. Orkaan Jotta is afgelopen week aan land gegaan in Nicaragua als een categorie 4 orkaan. Het bracht veel wind, veel regen en huizenhoge golven met zich mee. Jotta was eerder nog aangezweld tot een orkaan van de zwaarste categorie, categorie 5. Er werden windsnelheden boven de 250 km per uur gemeten. En de storm is daarmee de zwaarste Atlantische orkaan van 2020. Ook is er zo laat in het Atlantische orkaanseizoen nog nooit een categorie 5 storm geweest. En dat waren ze alweer, maar volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe update. Tot dan!